Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik bij jullie terug met een nieuwe make-up tutorial. Gewoon weer een lekkere oldschool make-up tutorial. Het is maart, dus het is weer lente. Dus ik dacht, ik ga weer een leuke lente make-up tutorial maken voor jullie. Ik weet dat jullie dat altijd heel leuk vinden. We gaan weer voor lichte kleuren. Zoals je kunt zien aan mijn achtergrond, want die match ik altijd met mijn make-up, ga ik vandaag voor geel. Het wordt een leuke soft glam lente look. En ik heb er gewoon weer heel veel zin in om weer te maken. Want ik heb al even een tijdje geen cliché make-up tutorial gemaakt. En dat vind ik altijd wel leuk. Ik begin te merken op YouTube dat dit soort video's steeds minder en minder worden. Dus ik wil ze toch weer een klein beetje terugbrengen. Gewoon weer de oldschool cliché make-up tutorials. Om jullie weer een beetje inspiratie te geven qua make-up. En wat tips en tricks, et cetera. Als jij nog steeds gewoon van dit soort video's houdt, laat het me weten beneden in de reacties. Want dan maak ik ze zeker vaker. Nou, laten we gewoon snel gaan beginnen met de video. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze lente look. Nou, normaal doe ik mijn haar naar achteren met een haarbandje, maar dat hoeft vandaag niet, want mijn haar zit al helemaal naar achteren. Dus we kunnen gewoon gelijk beginnen. Ik ga denk ik vandaag beginnen met mijn oogmake-up. Het paletje die ik ga gebruiken is het Nikki Tutorials paletje in samenwerking met Beauty Bay. Dit is echt een super fijn paletje. Ik heb ook een hele YouTube video gemaakt over dit paletje, een hele YouTube review. Het heeft echt prachtige kleuren en zoals je kunt zien een heleboel felle kleurtjes. Dus dit lijkt mij een ideaal paletje om een leuke lente look mee te maken. Je kunt hier echt een aantal lente looks meemaken, omdat die allemaal zo van deze lichtere, felle kleurtjes heeft. Dat is echt gewoon ideaal voor lente looks, ook voor zomerlook. Maar ja, helaas is het nog geen zomer, we zitten nog in de lente, maar whatever. Dus ja, dit paletje ga ik vandaag gebruiken, dus we gaan even inzoomen op de ogen, zodat we alles wat beter kunnen zien. Ik ga beginnen met het primen van mijn oogleden met deze P. Louise Base in de kleur 0. Dit is dus echt de kleur 0, dus dit is gewoon echt een witte kleur. En ik gebruik vandaag een witte kleur, omdat ik gewoon echt een hele lichte basis wil hebben, zodat de felle kleuren ook echt feller aanbrengen. Ik ga ook weer een stukje plakband hier aanbrengen om de look mooi strak te maken. Ik ga beginnen met deze donkere bruine matte kleur, die heet 5AM. Die breng ik aan met een platte fluffy kwast, Sueva 227 kwast. En die ga ik zo hier in de hoeken aanbrengen, want de hoeken worden een klein beetje donker. Dan ga ik die kleur uitblenden met deze iets lichtere bruine matte kleur, die heet Mila. Ik gebruik gewoon nog steeds dezelfde kwast. Ik gebruikte dus net de platte kant om die donkere kleur aan te brengen. En dan gebruik ik hier de fluffy kant om met die andere kleur deze kleur uit te blenden een beetje. Ik ga niet helemaal naar binnen. Hier binnen laat ik het gewoon helemaal open. Ik werk nou echt alleen maar hier in de buitenste hoek en dan gewoon heel lichtjes werken. Gewoon rustig aan doen. Als je begint te merken dat de lijn iets te hard wordt, maak dan even je kwast schoon. Ik heb zo'n kwast schoonmaakspons ding. Die zijn echt overal te koop. Dan is je kwast weer een beetje schoon en dan ga je gewoon zo over de rand heen om het een beetje te diffusen, om het een beetje uit te blenden en dan is de lijn niet meer zo hard. Oké, nou door al het geblend is de donkere kleur een beetje weggeblend, dus die brengen we dan weer gewoon zo'n klein beetje terug aan. Echt maar een heel klein beetje, niet te veel. Dan pak ik weer die witte P. Louise base en die ga ik eventjes opnieuw aanbrengen hier in de binnenste hoek, want daar ga ik een felle gele kleur aanbrengen. Dus hoe witter en nattiger de base is, hoe geler die kleur wordt. En ik wil gewoon dat die zo geel als kan wordt. Ik breng hem aan met deze Morphe kwast van de Sweet Oasis eyeshadow collectie. En deze is een plat, maar een klein beetje fluffy, waardoor die base een klein beetje smoky en fluffy aanbrengt. Want ik wil niet zo'n harde lijn. Ik wil niet echt een cut crease maken. Het moet wel smoky blijven. En dan ga ik in met deze felgele matte kleur, die heet Vla. Daar pak ik echt heel veel van op, zodat die echt lekker geel wordt. En dan breng ik hem gelijk aan op die natte base. Kijk, nou wordt hij echt super geel. Zie je dit? Als je dit niet doet, dan wordt hij echt niet zo fel geel. En dan krijg je niet het effect die je zou willen. Tenminste, die ik nou wil. Ik wil echt dat het echt super geel is. Ik heb helaas geen gele oogschaduwbasis. Anders zou ik die zeker hebben gebruikt hiervoor. En dan ga ik zo hier een beetje over die bruine kleur heen om het mooi in te blenden met elkaar. Zodat je niet zo'n harde lijn daar krijgt. En dan pak ik weer de kwast die ik net heb gebruikt voor de bruine kleur. Ik pak er geen extra kleur meer mee op. Maar met de bruine oogschaduw die er nog een beetje op zit, ga ik er nou zo'n klein beetje overheen, over die rand. Om de gele en de bruine kleuren mooi in elkaar te laten blenden. Dan krijg je zo'n mooi ombre effect en dat is wat je wilt. Dan pak ik een hele kleine fluffy kwast. Dit is de Sueva 224 kwast. En dan pak ik nog een heel klein beetje van het geel op hiermee, maar echt maar een heel klein beetje. En dan ga ik een beetje zo de randen diffusen om ze niet zo hard te maken. Ik wil iets meer een smoky effect.
Zo, en dan is het basically helemaal klaar. Lekker fel en geel. Dan kan ik dit stukje plakband eraf halen. Satisfying. Er is nou wel best wel veel fallout, ook van het geel. Maar dat komt echt door mezelf. Want ik heb echt superveel oogschaduw opgepakt. En helemaal niks afgetikt, omdat ik het dus zo heftig wilde hebben. Dus ik adviseer je altijd om te beginnen met je ogen als je zoiets gaat doen. En je kunt dan gewoon de fallout weghalen met de make-up wipe. Dan ga ik in met deze bruine Essence Liquid Eyeliner. En hiermee ga ik een bruine lijn maken zo op mijn wimperrand. Ik maak niet een hele wing. Ik maak alleen maar zo'n dunne bruine rand. En dan laat ik het een beetje inblenden met de bruine oogschaduw. Dan pak ik weer een heel klein beetje van die donkere bruine matte kleur. En dan ga ik die hier een beetje aanbrengen op het einde van de bruine eyeliner. Om het een beetje mooi in te blenden met de oogschaduw. Zo, en that's it. Dan is het voor nu even klaar met de oogschaduw. Ik ga het nog straks afmaken. Ik ga ook nog allemaal hier zo van die steentjes aanbrengen en alles. Maar dat komt allemaal straks. Als mascara gebruik ik mijn Clarins 4D mascara. En als nep wimpers gebruik ik Ariana wimpers van Queen Tarzi. En dan kom ik zo bij jullie. Daar ben ik weer. Wimpers zitten erop. Nu ga ik beginnen aan mijn gezicht. Dat vind ik altijd heel leuk. Mensen vragen me ook vaak, wat vind je het leukst om te doen? Gezichtsmake-up of je ogen? Maar ik ga echt van het een naar het ander. De ene keer vind ik het heel leuk om mijn oogmake-up te doen, omdat ik lekker creabea kan zijn. En dan weer een andere keer vind ik het weer heel leuk om mijn base te doen, omdat ik dan lekker kan smeren en zo. Dat vind ik altijd zo'n fijn gevoel. Ik ben echt zo raar. In ieder geval, ik ga mijn gezicht primen. Ik gebruik hiervoor deze Milani Rose Primer. Deze is echt super fijn, omdat hij mijn gezicht lekker hydrateert. En ik heb een normale ton droge huid, dus daar ben ik altijd wel aan toe. Alle producten die ik vandaag gebruik vind ik fijn, by the way. Bij dit soort video's gebruik ik obvious alleen maar producten die ik gewoon fijn vind. Ook zet ik beneden in de beschrijving een hele lijst met wat ik allemaal heb gebruikt. Dat doe ik altijd en ik denk dat de meesten van jullie dat al wel weten. Maar voor de mensen die het niet weten, bij deze. Ik vind zulke video's maken altijd ook heel fijn om een beetje mijn make-up op te maken en zo. Dat is echt super satisfying. Voor foundation gebruik ik mijn She Glam Foundation. Echt een super, super fijne foundation. Ik heb hem in de kleur Golden. Dit merk is te koop bij Shein. Super goedkoop en echt een hele fijne foundation. Ik heb er ook een hele video over gemaakt. Een video waarin ik allemaal She Glam make-up heb getest. En deze is echt amazing. Hij heeft een mooie matte naturel finish. En hij heeft een medium tot volledige dekking. Als cream contour gebruik ik deze contourstick van Max & More van de Action in de kleur Dark. Ik breng altijd mijn cream contour aan voor de concealer. Ik zie dat mensen dat heel vaak andersom doen. Maar ik vind het fijner om de cream contour eerst aan te brengen. Omdat die wordt toch altijd een beetje vlekkerig en heftig. En dan als ik zo daarna de concealer aanbreng, dan kan ik dat zo helemaal zo wegblenden met de concealer. En wanneer ik het andersom doe, dan wordt de contour iets te heftig. Omdat ik hem dan aanbreng op de concealer in plaats andersom. Dus ik vind het altijd een veel mooier effect als ik eerst begin met de cream contour. En dan pas de concealer. Ik heb nu ook niet al te veel cream contour aangebracht. Gewoon een klein beetje om mijn gezicht een beetje te shapen. Als concealer gebruik ik deze Pro Light Concealer van Missouda. Deze gebruik ik in de kleur N40. Is een super fijne, matte, naturel, volledig dekkende concealer. En ook gewoon lekker betaalbaar. Als poeder gebruik ik mijn Anastasia Beverly Hills poeder in de kleur Translucent. En met deze poeder ga ik dan baken overal waar ik concealer heb gedaan. Waarom doe ik dit? Om de concealer goed te zetten, zodat hij niet allemaal gaat bewegen, want cream producten bewegen heel veel. Dus als je ze zo zet met poeder en goed mat maakt, dan blijven ze goed vastzitten op hun plek en dan gaat mijn concealer niet creasen. Ik laat de poeder nooit heel lang zitten op mijn gezicht, want ik heb een droge huid. Maar als je een vettige huid hebt, laat het dan even een paar minuutjes intrekken. Want dan blijft je gezicht veel langer goed mat. Dan is het tijd om mijn neus te gaan contouren. Dat doe ik met dit Revolution paletje en dan deze kleur hier. Dan is het tijd voor een tussentijdse spray. Dat doe ik altijd om mijn gezicht te hydrateren. Daarvoor gebruik ik normaal mijn Action Max & More spray. Maar ik ben er helemaal doorheen. En de Actions zijn nog steeds dicht, dus ik kan hem nog steeds niet halen. Ik weet dat je online kunt bestellen via Click & Collect of hoe het ook heet. Alleen daar is die spray er niet. En ik weet ook dat je een afspraak kunt maken bij de Action en zo. En dan 10 minuten kunt shoppen. Ik doe niet mee aan die hele poespas. Het is allemaal veel te veel effort. Dus ik heb gewoon weer lekker mijn MAC Fix Plus besteld bij Douglas. En ik wacht gewoon totdat
voordat alles weer een beetje normaal is en de Action gewoon weer open gaat. En dan haal ik gewoon weer mijn Maximal Fixing Spray. Maar deze MAC Fix Plus heeft exact hetzelfde effect. Het hydrateert je huid mooi. Het maakt alles minder cakey. En alles ziet er gewoon veel meer natural uit. Dit is de variant coconut, omdat ik gewoon van die geur hou. Maar je kunt gewoon elke versie pakken die jij fijn vindt. Oké, dan stop ik nou heel eventjes met mijn gezicht. Mijn base zit er gewoon helemaal op. Nou ga ik mijn ogen afmaken. Dus ik ga jullie weer eventjes inzoomen. Want de onderkant wordt ook een heel spektakel. Ik ga beginnen met het aanbrengen van een felgele kleur in mijn onderste waterlijn. Ik gebruik dit potloodje van NYX Cosmetics. Dit is de kleur Hot Dang. En deze is echt felgeel. En dan ga ik op de onderste wimperrand allemaal steentjes aanbrengen. Dit is echt super extra. Je kunt dit ook gewoon helemaal overslaan, maar ik vind het wel leuk. Mijn inspiratie van vandaag is deze Instagram foto van O'Mels. Dit meisje maakt echt de meest prachtige make-up looks op Instagram. En fun fact, ze is Nederlands. En dat vind ik altijd extra leuk. Dus volg haar zeker als je mooie make-up looks wilt zien. Dus zij is een beetje mijn inspiratie geweest voor vandaag. Alleen heeft zij hier zwart aangebracht en heb ik het veranderd in bruin. Ik heb hier allemaal van die kleine steentjes. Ik heb hier gelige, gouden en ik heb hier zilveren. En die twee ga ik een beetje mixen en dan allemaal hieronder aanbrengen. Ik hoop dat alles gewoon goed blijft zitten. Ik breng het aan met mijn BH Cosmetics glitterlijn. Oké, nou dat is helemaal klaar. Ik vind het echt super leuk. Het is super apart. I'm totally here for it. Dan ga ik in met deze lichte glanzende kleur. Die heet Ivy. En die kleur breng ik een klein beetje aan hier zo in de binnenste ooghoek. Maar echt maar een heel klein beetje. Nou, dan ga ik weer verder met mijn gezicht. Ik ga deze Revolution Mega Bronzer aanbrengen in de kleur 02 Warm. Is echt een fantastische warme matte bronzer. Mensen, ik ben zo blij met hoe mijn gezicht eruit ziet. Het is echt amazing. Deze producten samen allemaal. Echt super mooi. Mijn gezicht is echt egaal. Dan wil ik gaan voor echt een bijna fel roze blush van Makeup Studio in de kleur 48. Dit is gewoon een poeder blush. En deze is echt super fel. Maar als je gewoon maar een klein beetje aanbrengt, dan valt het mee. Ik gebruik deze Boozy Shop Blush Kwast nummer UP05. Dan ga ik in met mijn Anastasia Beverly Hills Highlighter, de Iced Out Highlighter. Deze is echt super mooi. Ik weet, hij lijkt wit, maar dat is het niet. Hij is gewoon goud. Voor de lippen gebruik ik dit MAC Lippot loodje in de kleur Soar, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En deze matte liquid lipstick van Be Creative Makeup in de kleur 007 Soulmate. Deze matte liquid lipstick ruikt lekker. Hij ruikt echt naar snoepjes of zo. Oh my god. Ik ben ook op dieet, dus alles wat nou naar snoep ruikt. Oh my god, I love it. En als allerlaatste gebruik ik mijn Morphe Luminous Setting Spray om mijn gezicht een mooie glow te geven en alles vast te lokken, zodat het lang goed blijft zitten. Niet dat het hoeft, want ik ga het er weer zo afhalen, maar toch. Nou mensen, dit was het dan. Dit was mijn 2021 lente make-up tutorial. Wat vinden we ervan? Ik ga sowieso nog een heleboel andere lente slash zomerlooks maken. Alleen niet meer echt zo'n dedicated video. De look van vandaag is echt de lente look van 2021. Ik weet, het is een beetje heftig, vooral door deze onderkant. Maar als je dat gewoon helemaal weghaalt, is het echt een leuke look voor de lente. Echt zo'n pop van geel. Je kunt ook gewoon de kleur veranderen in plaats geel, roze doen of blauw of welke kleur jij ook zou willen. Deze look is echt te maken met elke kleur die jij wilt. En doordat ik hier bruin heb gebruikt in plaats van zwart, is het ook weer gelijk iets minder heftig. Dus dat is ook top. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Laat me beneden in de reacties weten wat je vindt van de make-up look. Vind je hem leuk? Vind je hem niet leuk? Laat me gewoon allemaal weten beneden in de reacties. Ik vind het altijd heel erg leuk om te kletsen met jullie. Ook hoop ik weer dat jullie iets hebben gehad aan deze video. Ik probeer altijd wat tips en tricks te geven midden in de video's om jullie een beetje vooruit te helpen met het make-up doen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!